De gemeente Boekel in Noord-Brabant heeft een initiatief genomen dat enig is in ons land. De gehele bevolking is uitgenodigd om zich groepsgewijze te onderwerpen aan een kosteloos röntgenonderzoek. Dit is wenselijk geoordeeld toen de vorige zomer bij een onderzoek van de schooljeugd bleek dat bijna de helft van de kinderen eens met de tuberculobacil besmet was geraakt. Dit wil overigens niet zeggen dat zij aan tuberculose leden. Om zekerheid omtrent de oorzaak van dit grote aantal besmettingen te verkrijgen, was een nauwkeurig onderzoek op zeer grote schaal gewenst. De uitvoering hiervan werd opgedragen aan de dienst röntgenologisch borstonderzoek van de Nederlandse landmacht. Ruim 90% van de 4000 inwoners, door uitvoerige propaganda van het nut overtuigd, onderwierp zich eraan. Elke dag worden de röntgenfoto's naar Utrecht gezonden ter controle. Een vergrote projectie stelt de controlerende arts in staat eventuele afwijkingen te constateren. De bevindingen worden nauwkeurig geregistreerd en reeds de volgende morgen aan de afdeling in Boekel doorgegeven. De volledige uitwerking van de resultaten zal van groot belang kunnen zijn voor de volksgezondheid. Niet alleen in Boekel, maar van heel Nederland.